Joël Matip kan zich alvast gaan richten op volgend seizoen. De verdediger van Liverpool is afgelopen weekend geblesseerd geraakt. Liverpool meldt via de officiële kanalen dat Matip dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt. De centrumverdediger uit Kameroen speelde zaterdag de hele wedstrijd tegen Crystal Palace 1-2 winst, maar na de hand bleef hij last houden van zijn dijbeen. Volgens de medische staf van de club moet de speler waarschijnlijk worden geopereerd. Joël Matip is likely to require surgery on a thigh injury. Full update, https://t.co/mbtxquimepic.twitter.com/favent4vgpl Liverpool FC et LFC, 3 april 2018 De 26-jarige Matip speelt sinds de zomer van 2016 voor de Reds, hem toen transfervrij overnamen van Schalke 04. In zijn eerste jaar op Anfield kwam hij tot 32 optredens in het eerste elftal en dit seizoen staat de teller op 35. Zijn contract verloopt in de zomer van 2020. In de slotfase van het seizoen strijdt Liverpool samen met Manchester United en Tottenham Hotspur om de tweede plaats in de Premier League. Het team van Jurgen Klopp staat woensdag boven in de kwartfinales van de Champions League tegenover Manchester City. Volgende week dinsdag is de return in Manchester.